Wat er gebeurd is met je vader, dat is iets waar jullie eigenlijk uh, mee zijn opgegroeid. Hè? Het gevaar dat er was. Omdat hij altijd in, met misdaad uh, bezig was die wellicht uh, hem zijn leven zou kosten. Waardoor er zoiets is, en dat staat ook in het boek... dat op het moment dat Theo van Gogh vermoord wordt in Amsterdam... Ja. daar is natuurlijk iedereen voor geschokt, maar voor jullie gezin betekent het dan wat anders. Ik zou jullie vragen om iets voor te lezen. Ja. Uh, met name jouw zus Kelly, die, uh, die maakt zich na die aanslag op uh, Theo... enorme zorgen over je ja. vader. ja. Dit is dus mijn zus die dit uh, zegt. Ja. Nu is het Theo van Goch. Maar wat als jij het de volgende keer bent? Bij mij op school kreeg ik daar van iedereen al vragen over. Dan houd ik mij groot. Maar wat als, jij nou echt, als wij nou echt een telefoontje krijgen dat iemand jou iets heeft aangedaan? Dat wil ik gewoon niet meemaken. Er valt weer een stilte en iedereen kijkt mijn vader aan. Hij is ook stil, maar aan zijn starende blik is te zien dat hij diep nadenkt over hoe hij hierop moet reageren. Ik snap je gevoelens, Kel. Zeker na vandaag trapt hij af. Ik denk dat je de situatie met Van Gogh alleen niet met mijn situatie kunt vergelijken. Hij deed andere dingen dan ik. En hij had met een andere type mens te maken, gaat hij verder. Ik doe dit werk inmiddels al 25 jaar. En ik weet wat ik doe en met wie ik te maken heb. Vervolgens kijkt hij Kelly indringend aan. Ik vind het heel naard dat jullie je zorgen om mij maken, Kel. Maar dat is niet nodig. Je kan erop vertrouwen dat ik dit niet zo ver zal laten komen... Er valt weer even een korte stilte. Maar mijn vader blijft Kelly aankijken. Ik beloof je dat ik honderd word, Kel. Echt waar, dat beloof ik je.